deed zich voor als meisje en liet jonge jongens zich voor de webcam uitkleden. Een jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub stond vandaag voor de rechter. Het gaat goed met het goud. En niet alleen voor mensen die hun sieraden inwisselen. Ook criminelen verleggen hun werkterrein. En dit hemelbed in Otterlo is tot zondagochtend continu bezet. En dat was licht. Goedenavond, het nieuws van donderdag 28 juli. Zometeen de aangekondigde rechtszaak tegen de voetbaltrainer. Nu eerst de N233 bij Kesteren. Want een van de twee rijbanen daar is per direct afgesloten voor verkeer. Er is instortingsgevaar van het viaduct over de Neder-Rijnse straat. Door hevige regenval van de afgelopen weken is een grote hoeveelheid zand daar weggespoeld onder een van de pijlers van het viaduct. Het verkeer uit beide richtingen wordt voorlopig over de andere rijbaan geleid. En dat zorgt voor vertraging. De provincie verwacht dat de rijbaan in de loop van volgende week weer veilig begaanbaar is. Het laatste nieuws hierover op onze website, omroepgelderland.nl. Bedeesd, schuldbewust en teneergeslagen. Zo zat een 20-jarige jeugdtrainer vandaag voor de rechter. Beschuldigd van het grootschalig verzamelen van kinderporno en het misleiden van pupillen van zijn eigen voetbalteam, de C1 van SV Hatert in Nijmegen. Het was uiteraard een enorme klap voor de ouders van de jongens, maar ook voor de voetbalclub was het een dreun dat één van hun jeugdleiders was opgepakt. Dat was vorig jaar november. Naast het in bezit hebben van kinderporno zou hij zo'n 10 jongens hebben misleid. Hij vroeg de jongens zich uit te kleden voor hun camera. Dat hij via internet en via de chat contact met deze jongens heeft gelegd, waarbij verdachte zich voordeed als een meisje. De verdachte komt uit Heumen, maar staat voor de rechter in Haarlem, omdat de Noord-Hollandse politie hem opspoorde. De 20-jarige had contact met een man uit Heemstede die vermoedelijk de spil is in een groot kinderporno-netwerk. Het contact tussen de twee mannen ontstaat via een chatsite. De verdachte was op zoek naar zijn seksualiteit, zo zei hij tegen de rechter. Val ik nou op jongens, val ik nou op meisjes? Hij voelde zich in ieder geval aangetrokken tot jonge jongens. Hij besefte niet dat hij fout bezig was. Hij is blij dat hij is opgepakt en hoopt op professionele hulp. De verdachte bekent de zaken en zegt ook dat dit nooit had mogen gebeuren. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 2,5 jaar, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. En ook wil de officier van justitie dat de man behandeld wordt in een gesloten kliniek. Over 2 weken dan spreekt de rechter het vonnis uit. Oudere dames moeten oppassen in de omgeving van Nijmegen. In nog geen week tijd zijn 8 vrouwen van hun gouden ketting beroofd. En met name dames op leeftijd zijn een slachtoffer. Het lijkt erop dat het de dader of de daders te doen is om de inruilwaarde van sieraden. Want de goudprijs is in jaren niet zo hoog geweest. Deze ketting is 19,3 gram. En die zou opbrengen tussen de 3 en de 450 euro. Met allerlei advertenties worden mensen verleid om hun sieraden om te wisselen voor contant geld. Mensen die komen de winkel binnen of bellen op en zeggen, ja, ik heb gehoord dat het 36 euro per gram waard is. En krijgen daardoor dus inderdaad eurotekens in de ogen. Worden de mensen een beetje gek gemaakt door al die advertenties? Ik denk het wel. Je ziet inderdaad, overal zie je dat terug, dat mensen het vrij makkelijk wordt gemaakt. Dat zelfs bussen de wijk in komen om oud goud en zilver in te leveren. Dat zou kwaadwillenden wel kunnen triggeren om uiteindelijk op die manier heel snel geld te maken. De goudprijs is volgens deskundigen van Van Lanschot Bankiers intussen dan ook gestegen tot een torenhoog niveau. Begin jaren 80 bereikte die goudprijs een recordniveau van $850. En vanaf 2004, 2005 zie je dat die stijging enorm grootse vormen aanneemt, tot momenteel ruim boven de $1600. En met zulke records wordt het wel heel lucratief voor de zogenoemde kettingrover. Je hoeft maar één oude dame een duwtje te geven en dan trekt de ketting ervan af en dan heeft hij een paar honderd euro. Daarom raadt de politie met name oudere dames in de omgeving van Nijmegen momenteel aan om op straat niet al te opzichtig te pronken met hun goud. De 2 agenten die vorig jaar een man doodschoten in Nijmegen handelden uit noodweer en hebben gehandeld volgens de ambtsinstructie, blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. De agenten worden niet vervolgd. Een 40-jarige Nijmegenaar werd vorig jaar augustus neergeschoten op de Neerbosseweg. Hij had daarvoor al meerdere mensen op verschillende plekken in de stad met een mes bedreigd. Na een achtervolging werd een politiehond op hem afgestuurd.
Die beet hem, waarop de Nijmegenaar op de hond instak en dreigende bewegingen maakte met zijn mes richting een agent. Die heeft hem daarop in zijn bovenlichaam geschoten. En die schoten zijn hem fataal geworden. En uit het onderzoek van de Rijksrecherche blijkt nu dat er in 2 minuten tijd 8 keer op de man is geschoten. Dan voetbal. NEC is na het Europese avontuur 3 jaar geleden een beetje weggezakt in de anonimiteit. Maar daar zou dit seizoen wel eens verandering in kunnen komen. Want de verwachtingen rond de Nijmeegse club zijn hoog gespannen. NEC heeft zich versterkt met 4 spelers waar de halve eredivisie achteraan zat. Zoals deze Melvin Platje, het scorende fenomeen van Volendam. En trainer Alex Pastoor nam ook de stijlvolle middenvelder Rijn Koolwijk mee van Excelsior. En dat schept hoge verwachtingen. De trainers van de Eredivisie zien in NEC de verrassing van het seizoen. Ja, ik heb dat ook gelezen. En dat zal onmiskenbaar te maken hebben met het frisse spel wat we bij tijd en wijle laten zien. Ook de supporters in Nijmegen zien het wel zitten. Van 5 tot 9, of 9 tot 5, zo gezegd. Nou, het linkerrijtje moet zeker haalbaar zijn. NEC wist zich vorig jaar niet te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Maar dat moet nu anders. We hebben een goede groep en we willen er vol voor gaan. En ik denk als je play-offs speelt, dan moet je ook spelen om Europees voetbal te halen. En niet play-offs spelen om play-offs te spelen. Dus daar gaan wij vol voor. NEC heeft wel een vrij krappe selectie. En dus moet er nog versterking komen. Zoals wellicht deze Abdisalam Ibrahim, die op proef is. Hij staat onder contract bij de Engelse topclub Manchester City. Waarmee NEC sinds kort nauwe contacten onderhoudt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij omstandigheden kunnen bieden waarin dat soort spelers zich verder kan ontwikkelen, terwijl wij ons daar te goed mee doen. En het is voor die mensen in Engeland om te beoordelen of ze die omstandigheden inderdaad net zo waardevol vinden als dat wij het vinden. En tot slot nog even deze doelstelling. Wij eindigen hoger dan Vitesse. In het Achterhoekse Almen hangt deze dagen een dikke blauwe walm en ruikt het naar benzine en afgewerkte motorolie. De leden van de Veteraan Motorenclub zijn er namelijk neergestreken. En ze hebben niet zomaar motoren meegenomen. Ze zijn stuk voor stuk voor 1915 gebouwd. Vandaag wordt een speciaal parcours verreden om de betrouwbaarheid van de stokoude beestjes te testen. En dan zit er waarschijnlijk een water in de carburateur. Dus je krijgt hem niet aan de praat? Ik hoop het wel. En dan moet de carburateur er weer af. Zucht ervan, zeg maar, naar dat aantrappen. Ja, dat is best vermoeiend, hoor. Jij mag starten. Ja, het is een heel gekraak als de 44 deelnemers uit Nederland en Engeland vanochtend wegrijden voor de betrouwbaarheidstest. En daar gaat hij. Zijn oudjes, je hebt bij de start ook kunnen zien hoe moeilijk het soms is om ze te starten. Je ziet riemaandrijving, je ziet kettingaandrijving. Voor de betrouwbaarheid hebben we ook gezegd van je moet 's morgens moet je echt met een koude motorfiets starten. En laat maar zien dat jij binnen een minuut 50 meter rijdend afgelegd kunt hebben. Je hebt geen koppeling, dus je zit een beetje te klungelen. Je kan hem niet even in zijn vrij zetten. Maar ik moet weg, dus ik ga. Jo, hoi hè. Lex begint dus nu zenuwachtig te worden, want normaal start er ineens je les altijd. Alleen nu eventjes geen zin. Eventjes niet, hè. Boem, 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 boem. Dat is een historisch rijdend museum. Oké, gelukt. Vandaag moeten ze 36 kilometer gemiddeld rijden. Rijden ze iets langzamer of rijden ze iets harder, krijgen ze daar strafpunten voor. Nou, zo moeilijk is dat toch niet, want ik zou zeggen, kijk op je teller. Ja, dat is nou een van de aardigheden. Ze hebben geen teller op de motorfiets zitten. Hoe doet u dat? Ja. Een beetje kijken naar de omgeving en een beetje het gevoel dat je weet dat je ongeveer zo hard rijdt. Hij staat erop hoor. En goed ook. Ja, ik vind het wel iets hebben. Ook de lucht die er nou hangt van de benzine. Een prachtige dag dus voor publiek en voor de bezitters van die mooie, maar soms niet al te betrouwbare motoren. Dit is met een kickstarter. Dat is maar eentje van de hele wereld. En die doet het nou niet, hè? Die doet het nou niet. Nee, kut, hè? Sorry. Ik zal u even mee helpen aanduwen. Nou, is niet nodig. Nee, kijk, staat erop. Ja, moet doen. Maar ik heb het tijd. Hij belandde in een rolstoel na de zoveelste overval. Zometeen een gesprek met de Nijmeegse juwelier Kamerbeek over zijn strijd voor het berechten van winkeldieven. De politie weet wie de dode man is die afgelopen dinsdag is gevonden in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Daar zag een voorbijganger het lichaam in een sloot drijven. De politie wil de identiteit nog niet bekendmaken omdat de familie nog niet op de hoogte is gebracht. Er kwamen 60 tips binnen nadat de politie een foto van de man heeft vrijgegeven. Het is nog onduidelijk hoe hij om het leven is gekomen.
Het Openbaar Ministerie in Arnhem stopt met het onderzoek naar mogelijk misbruik door een Nederlandse oud-bisschop in Kenia. De man woont in een rusthuis in Oosterbeek en werd verdacht van het misbruiken van een jongen in Kenia in de jaren 90. Maar er is geen aangifte gedaan en justitie heeft onvoldoende informatie voor verder onderzoek. Een grote brand in Etten heeft twee woningen grotendeels verwoest. De eigenaar van het huis waar de brand ontstond heeft tevergeefs geprobeerd de brand te blussen. Hij heeft daarbij rook ingeademd en is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Zijn huis aan de Warmseweg is volledig verwoest. Het dak is ingestort. Het huis van de buren is ook zo goed als onbewoonbaar. De gemeente Scherpenzeel heeft ruim 10% van de kaarten teruggekregen waarop inwoners suggesties kunnen geven voor de bezuinigingen. Bewoners mogen reageren op stellingen en ook eigen ideeën aandragen. Zo wordt bijvoorbeeld het invoeren van kattenbelasting genoemd. De gemeente heeft huis aan huis zo'n 40.000 kaarten verspreid en die kunnen tot volgende week worden teruggestuurd. September dan beslist de raad over de bezuinigingen. Het treinverkeer tussen Deventer en Zutphen heeft vanochtend urenlang stilgelegen door koperdiefstal. Volgens ProRail is de buit klein, maar de schade enorm. Er zijn leidingen kapot geknipt om te zien of er koperen kernen in zaten. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. De Nijmeegse juwelier Jos Kamerbeek traint 5 uur per dag om weer gevoel in zijn benen te krijgen. Overvallers gooiden de ondernemer eind april in een bouwput waarbij hij zijn rug brak en een dwarslesie opliep. En de daders, die vluchten. Voor mij zou het een enorme genoegdoening zijn, ja, als de daders gepakt worden. Omdat ik toch niet bijna een jaar van mijn leven op kan offeren voor mensen die vrij in de maatschappij rondlopen. Dus ergens een vorm van genoegdoening zou mij heel goed doen. In een gevecht om goud en zilver brak Jos Kamerbeek zijn rug. Overvallers dwongen hem achter zijn winkel tot gevecht en gooiden hem zo'n 6 meter omlaag. Het was alweer de 8e overval voor de juwelier. Wat ze moeten veranderen is kort en krachtig daders pakken. Daders pakken en zwaar veroordelen. Met een strak regime werkt Kamerbeek aan het gevoel in zijn benen om ooit weer te kunnen lopen. Maar daarnaast voert hij ook een gevecht voor meer veiligheid in en om zijn zaak. Wat bij mij borrelt is ook een stuk onmacht natuurlijk. En als deze actie zo met Den Haag tot een actieve politiek van de minister uitmondt, dan ben ik tevreden en dan zet ik daar een punt achter verder. Het is nog geen tijd voor vergeten en vergeven. Want de overvallers zijn nog steeds spoorloos. Dan blijft daar dus toch altijd dat borrelen, dat wrok. Jawel, ook dat slijt natuurlijk weer. Maar daarom zeg ik u, als daders gepakt worden, dat schijnt psychologen zeggen dat voor je het verwerkingsproces toch wel 50% scheelt. En de politie heeft de overval nog steeds in onderzoek. Een slaapmarathon op het grootste hemelbed ter wereld. De komende dagen zal het bed in Otterlo bijna 100 uur achter elkaar bezet zijn. En dat begon vanmiddag, hoe kan het ook anders, met een kussengevecht. 2, 1, hoppakee! Er worden rakenklappen uitgedeeld op dit mega hemelbed van 100 vierkante meter. En wat wil je ook, want wat is er nou leuker dan lekker van je af meppen? Iedereen gewoon lekker op zijn kop slaan. Zonder dat het pijn doet en dat is heel erg grappig. Je hebt ze nog niet echt onder de duim, hè? Nee. Nog niet helemaal, ah jongens. De komende nachten wordt hier een slaapmarathon gehouden. Er kunnen films worden gekeken en er komt een loungeparty. Jullie blijven ook gewoon een beetje kleine kinderen, hè? Stiekem blijven we dat wel, ja. Het grootste hemelbed staat nog in Otterlo tot zondagmorgen. Maar of je op dit bed nou ook echt aan slapen toekomt? Dat verwacht ik ook niet. Dus ik denk dat er aanstaande zondag, als de marathon eindigt, dat er een aantal gewoon een paar dagen lekker naar bed gaan. Krijgt u nog het weer? Vanavond met Casper Hootsen. De tegenstellingen binnen Gelderland waren vanmiddag groot, waar het op veel plekken broeierig warm was, met de zon die af en toe scheen, temperaturen rond 24 graden. Als we kijken naar het maximum, waren er even
Verderop, een paar kilometer soms maar daar vandaan, forse buien aanwezig. De eerste daarvan ontwikkelde zich op de grens van de Achterhoek met Overijssel. Maar voor de komende tijd denk ik dat we dit soort buienluchten, prachtige foto van gisteravond bij de postbank op de Veluwe, dat we die niet meer gaan zien. Want de buiigheid neemt af. Het wordt minder broeierig warm, frissere lucht stroomt binnen. De onstabiliteit van de atmosfeer die wordt minder. En die onstabiliteit, waardoor dus overdag gemakkelijk hier en daar forse buien kunnen ontstaan, die hoorde bij lage drukgebieden die zo rondjes tollen boven het midden en westen van Europa, gaat zich iets oostelijker van ons ophouden als we kijken naar ons gedeelte van Europa. En hier ligt een hoge drukgebied verscholen. Dat begint zich een beetje uit te breiden richting ook Gelderland. Dat betekent wat stabieler weer. Niet meer van dat soort forse buien, maar wel vaak toch behoorlijk wat wolken. Want hier zitten niet alleen maar opklaringen, verder naar het noorden toe zeker ook wolkenpakketten. En nadat het vannacht dan wel overal droog is geworden, zien we vanuit het noorden dan wel weer van die wolken binnenkomen zetten. Morgen, bij de start van de dag. Ja, wat gaatjes zitten er wel in dat wolkendek, maar ze zijn toch wel uitgestrekt hoe die wolkenvelden. Zo af en toe eventjes een gaatje erin voor het zonnetje. Hoe verder je naar het zuiden toe gaat in Gelderland, hoe vaker dat gebeurt. De beste papieren dus voor het rivierengebied. Met de minste wolken, de meeste ruimtes voor de zon. Maar ook daar zal je zien dat het een tijd lang eventjes bewolkt is en dan weer eventjes opentrekt. De meeste bewolking ten noorden van de Veluwe, maar het blijft verder droog. En de temperaturen, ja, die zijn wel wat lager dan vandaag, maar dus wat minder broeierig. En veel mensen vinden dat misschien ook wel aangenaam. Kijken we naar het weekeinde. Ondermaatse temperaturen, veel bewolking, maar wel meestal droog. Soms is een keer een klein kortdurend buitje. Maar op de maandag en dinsdag wordt dat weer helemaal goed gemaakt met dan naar zomerse waarde oplopende temperaturen in Gelderland. Dit was het belangrijkste nieuws vandaag. 2,5 jaar cel, dat is de eis van justitie tegen een jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert. Hij liet jonge jongens zich voor de webcam uitkleden. En de goudkoorts blijft maar stijgen. Steeds meer sieraden worden omgewisseld voor keiharde euro's. Maar ook dieven slaan hun slag. Dat was het. Nu hier Angelique Kruger met Zomer in Gelderland. Heel mooie avond verder.